ik denk dat de gemiddelde Nederlander zich niet realiseert wat er boven het hoofd kan hangen aan rampen of grote ongevallen. Kijk, en je kan je niet voorbereiden op een ramp. Want die is altijd anders dan je zou verwachten. Nou, dan is het essentieel dat je een opvangnet hebt. En dat is het. En het is maximaal professioneel. En het staat altijd ter beschikking. Zoals een vangrail er niet staat om elke dag 10 auto's op te vangen, maar die ene auto op te vangen die uit de bocht vliegt. Het unieke van het calamiteitshospitaal is dat het een slapende inrichting is die ieder moment geactiveerd kan worden. Wij hebben hier op dit moment een opnamecapaciteit van 200 bedden. Daarnaast kunnen we ook 50 medium care patiënten opvangen. 12 intensive care patiënten kunnen we opvangen. We hebben hier 8000 vierkante meter met heel veel spullen. Die moeten ook allemaal functioneren op het moment dat we open gaan. Op het ogenblik dat dan de raad van bestuur besluit het mag open, is het binnen een kwartier tot een half uur helemaal operationeel. In plaats van een heel ziekenhuis te gaan inrichten op een grote groep van licht en zware gewonden, hebben we hier alles klaarstaan. Dus binnen het half uur kunnen we hier grote groepen patiënten kunnen we hier tegelijkertijd opvangen. Plus ook nog eens daarbij hun familieleden. Wat het veel makkelijker maakt om familie direct bij hun gewonde familieleden te krijgen. Om de communicatie naar de pers te doen. Dat je al heel snel helderheid kan geven over aantallen zware gewonden, over aantallen lichtgewonden. Hier is het allemaal op één plek. Nou, we kennen allemaal nog de Koude Oorlog, de grote dreiging tussen Oost en West. Het idee was dat het Warschau-pact zou kunnen binnenvallen en dat er grotere groepen slachtoffers zouden moeten worden afgevoerd. Toen heeft Nederland bedacht van we hebben een voorziening nodig waarbij we die slachtoffers kunnen opvangen. Toen werd het UMC Utrecht gebouwd, het Centraal Militair Hospitaal werd gebouwd. Er was hier een grote atoombunker voorzien en die is toen gebruikt om ruimtes te creëren voor de behandeling van slachtoffers. De functie is veranderd in de loop van de tijd, waarbij je nu moet denken aan ongevallen in Nederland met grotere groepen slachtoffers. We hebben nog een incident gehad in de Geinsehof, hier in de buurt, waarbij 49 slachtoffers zijn afgevoerd van het verzorgingstehuis hier naar het calamiteitshospitaal. Dat is dan de civiele toepassing. We hebben natuurlijk ook nog een militaire toepassing en die is de laatste tijd natuurlijk nadrukkelijk aan de orde met onze missies in het buitenland. Ja, we hebben meerdere gewonden nu. Ja, dan komen deze gruwelijkse beelden langs. Er wordt een militair gereanimeerd. Ja, er is altijd een gevaar van bermbommen, zoals we noemen, die IED's. Dus als er ergens een IED ontploft, dan gaat de tijd lopen. En het zijn explosies die van onderaf komen. Dat zijn verschrikkelijke verwondingen. Dan is het goed dat de specialist die daarmee werkt, daar ervaring in heeft. Dus zelf is het zo dat we soms zelfs operaties uitstellen. Zeg van, die kunnen we beter in Nederland doen. Want daar is het toch veiliger en beter om die operatie uit te voeren dan in Afghanistan. Als je weet dat geregeld is, dus dat je de achterban hier in Nederland, er is altijd plek in het ziekenhuis. Je hoeft niet te gaan zeulen met je patiënten. Dat geeft heel veel rust, dat je dat niet meer hoeft te regelen. En dan vliegen ze in 8-9 uur naar Eindhoven. Dan moeten ze vaak nog in een ambulance. Dan komen ze hier helemaal geradbraakt aan. Ze zijn al gewond. Dus het is voor hun al zich een hele vermoeiende ervaring om hier te komen. De laatste keer was dus militairen vanuit Oeruzgan. Kwamen als groep, kwamen ze hier ook aan. Ze zien hun familie hier voor het eerst. Dus dat is best wel op zich een hele emotionele ervaring. Voor zowel de verpleegkundigen als voor de familie als voor de patiënt. Er zijn hier ook altijd mensen aanwezig, verpleegkundigen, die zelf ook in het uitzendgebied zijn geweest. En dat helpt best wel bij de slachtoffers. Ik denk als je als Nederland in oorlogsgebieden wil opereren, dat je naar de patiënt of naar de militair deze verantwoording hebt om als er wat gebeurt in dat land, dat die hier naartoe terugkomt en dat die op deze manier opgevangen wordt. De tsunami. Veel Nederlanders hadden nog nooit van het woord gehoord. Want het is een natuurramp van ongekende omvang. Ver weg, maar ook heel dichtbij door al die duizenden Europese toeristen die daar verblijven. Onder mij, verschrikkelijk om te vertellen,
Maar zag ik mensen, moeders, kinderen verdrinken bij bosjes. Ik voelde helemaal niets van dat been wat dus kennelijk van boven tot onder, over het scheenbeen, tot op het bot, lag er helemaal open. Ook die ANWB-mevrouw zei ons, je moet naar Nederland, want dit geneest absoluut niet meer als je niet in een totaal andere omgeving terechtkomt, in een steriel ziekenhuis met goede outillage. Ik ben in dat calamiteitenhospitaal gebracht en voor iedereen was er een team. Dat was voor mij hartverwarmend. De patiënt komt binnen in de ambulancehal en er wordt dan meteen gescand. In die zin dat hij een polsbandje krijgt met een barcode erop. Vervolgens krijgen we een eerste screening en dat betekent de ernstige 100 patiënten die gaan naar de rode sluis. De minder ernstige naar de gele sluis. De patiënten die eigenlijk wel eventjes zouden kunnen wachten, die gaan naar de groene sluis toe. En als het nodig is, kan er onmiddellijk ingegrepen worden in een van de OK's die we hier ter beschikking hebben. Ja, er werd toen gelijk gezegd dat wij besmet konden zijn met allerlei bacteriën, waardoor wij in dat calamiteitenhospitaal eerst moesten zijn om eventueel verder behandeld te kunnen worden. Het was dus echt een soort sluisfunctie van eerst hier en dan doen we natuurlijk wel alles wat nodig is, maar ter voorkoming dat je een heel ziekenhuis besmet. Elke keer van elke oefening en elke openstelling leren we weer. We maken er ook uitgebreide verslagen van. Het blijkt dus dat we een uitermate flexibele organisatie hebben en een absoluut unieke samenwerking tussen het militaire gedeelte en het civiele gedeelte. En een fantastische samenwerking die op de vloer ten goede komt aan elke patiënt die hier binnenkomt. Het gaat juist op de grote klappers, zal ik maar zeggen. En dat zijn de momenten dat het moet kloppen. Dus daarvoor is het calamiteitenhospitaal essentieel. Hier hebben wij de insteek, wij zijn er in feite altijd klaar voor.